Yes. Nou, hi Max, ja, welkom hier in Scheveningen. Hoe is het om hier aan te komen? Ja, superleuk. We waren net op het water. Zoveel mensen die ook al voor de finish meevaren. Onder de boten, veel toeters, prachtig weer, veel mensen op de kade. Dus ja, heel leuk om zo in eigen land aan te komen. Gaaf. Hoe heb je de lek ervaren naar Scheveningen? Nou, het was best wel intens, want het was niet veel rechtdoor varen, maar veel verschillende weersituaties. Dus best wel strategisch uitdagend en dat is voor mij als navigator natuurlijk wel leuk. Dus er waren ook wel veel momenten waarop er van plekken werd gewisseld en daardoor ook was het heel spannend. Ja. En het kwam ook heel dicht bij elkaar de hele tijd. Dus het was een hele mooie etappe. Ja, het was inderdaad heel spannend om mee te kijken. Ben je blij met hoe je het hebt gedaan de afgelopen lek? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we op de belangrijkste momenten hebben wel goede dingen gedaan. Bijvoorbeeld toen we bij Noorwegen waren hadden we een lange voor de wind. En daar hebben we wel een goede keuze gemaakt door de meest westelijke boot te zijn. En daardoor hadden we op het laatste ontrak hadden we een hele mooie uitgangspositie. Waardoor we eigenlijk weer meededen voor de tweede plek of de eerste plek. En ook op andere momenten denk ik dat we het goed hebben gedaan. Ja. Cool. Kijk je uit naar de volgende lek die komt? Ja, dat wordt ook weer een interessante. Want net als hier heel veel verkeer waar je mee te maken hebt op het water. Door het kanaal, door de Golf van Biscayen, Gibraltar, Middellandse Zee. Dus nog wel een stuk diverser dan deze. En ook een stuk langer. Veel zin in. Maar nu ook al even bijkomen hiervan. Ja, even genieten. Nou, heel veel succes in ieder geval. Dankjewel. Dankjewel.